100 jaar geleden breekt in Rusland de Oktoberrevolutie uit, die een einde maakt aan het eeuwenlange bewind van de tsarenfamilie Romanov. De Russische revolutie is de eerste revolutie in de wereldgeschiedenis die is gefilmd. Michel Krielaars is Ruslandhistoricus en oud-correspondent in Moskou. In het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum bekijkt hij unieke beelden van de revolutie, 40 jaar geleden op geheel eigen wijze van commentaar voorzien door slavist Karel van het Reven. De revolutie speelt zich af in Sint-Petersburg. Daar komt de laatste tsaar ten val. Waarom wilden de Russen van hem af? Voor 1917 was Rusland een absolute monarchie. De hele staatsmacht was in handen van één man, de tsaar. En in 1917 was dat Nicolaas II. Een keurige man die niet zo erg slim was en die erg veel van zijn vrouw hield. En dat zou zo erg niet geweest zijn, maar die vrouw was een bijgelovige hysterica uit Hessen-Darmstadt. En ze bemoeide zich met de regering. En Nicolaas was geneigd om af en toe haar politieke raadgevingen op te volgen. U ziet hier de familie op het bordes van het Zomerpaleis in Livadia op de Krim, ter gelegenheid van de verjaardag van de keizerin. De tsaar, de keizerin, vier dochters en een zoon, de troonopvolger Alexei. Dit is het Alexanderpaleis. Het was het lievelingspaleis van tsaar Nicolaas II en zijn familie. En het ligt op zo'n 30 kilometer van Sint-Petersburg. En hier voelde tsaar Nicolaas zich veilig. Ver weg van die hofkliek die zich met alles wilde bemoeien. Ver weg van die politici die voortdurend aandrongen op liberale hervormingen, op een functionerend parlement. En ga zo maar door. En hier zaten ze met elkaar in een paleis dat een beetje aan Paleis Soestdijk doet denken. Klein, knus, gezellig. En wat de tsaar dan met zijn familie het liefst deed, was tikkertje spelen. Nicolaas II was familie van de Engelse, Duitse en Nederlandse vorstenhuizen. Hij schreef en sprak voortreffelijk Engels en correspondeerde in die taal met zijn neef Willy. Die keizer was van Duitsland en wiens linkerarm, zoals je hier duidelijk kunt zien, korter was dan de rechter. En die van politiek en oorlog voeren al even weinig verstand had als zijn neef Nicky. De troonopvolger Alexei leed aan hemofilie, de bloederziekte die telkens weer opduikt bij verschillende Europese vorstenhuizen. De kleinste bloeding kan dan onstuitbaar en dus heel gevaarlijk zijn. Het is daarom misschien niet zo verstandig om dat knaapje op zo'n groot paard te zetten. Hij rijdt ook niet zo ver, zo te zien. Het was juist die bloederziekte, waar men in die tijd weinig aan kon doen, die zijn ouders in handen deed vallen van alle mogelijke handopleggers, piskijkers, acupuncturisten, macrobiotici, kruidendokters, slangenbezweerders en gebedsgenezers. De meest beruchte van die kwakzalvers was Rasputin. Rasputin, een losbandige monnik uit Siberië, houdt zich niet alleen bezig met het oppeppen van de zieke troonsopvolger. Hij heeft ook flinke invloed op de tsaar en vooral op de hysterische tsarina. En daar willen de regering en de hofadel begin 1917 niets meer van weten, omdat ze beseffen dat die invloed de monarchie noodlottig kan worden. In dat okergele paleis hier werd eind 1916 Rasputin vermoord. Het is het paleis van vorst Yusupov. Het was een neef van de tsaar. En die vond dat het genoeg afgelopen moest zijn met die beïnvloeding van die monnik op de tsaristische familie. Want die tsaar deed bijna alles wat Rasputin vertelde, wat hij zei. Want Rasputin kon de hemofilie van de tsarewitsch, de tsarenzoon, bestrijden. En ze hebben die Rasputin toen hier uitgenodigd voor een feestje in de kelders. En daar stonden allemaal heerlijke taartjes en die waren bestrooid met siankali. Maar die Rasputin, dat was een enorme kerel en die reageerde helemaal niet op dat gif. En ook in die glazen wijn die hij dronk, die ook vol zaten met siankali, dat hielp allemaal niet. En vervolgens heeft Vorsjusupov zijn revolver uit zijn la gehaald en Rasputin door zijn kop geschoten. Nou ja, het was hartje winter, dus die grachten lagen hier vol met ijs. En bovendien was hier aan de overkant een politiepost. Dus die politie, ze waren al bang dat die politie dat schot had gehoord. En ze moesten iets doen met het lijk. En dan konden ze niet meteen voor de deur in een bak in de gracht gooien. Dus ze zijn een eindje verderop die gracht afgegaan om een gat te vinden waarin ze dat lijk konden dumpen. En dan hebben ze met zware kettingen
hebben ze dat lijk verzwaard, erin gedumpt en pas een paar dagen later kwam het boven water. Althans, boven ijs moet je zeggen. En toen heeft de politie een foto van Rasputin gemaakt. Je ziet kogelgat in zijn hoofd, oog nog open. Maar wat was de adel blij dat ze van deze lastpost verlost waren. In de Eerste Wereldoorlog kwamen Rusland en Duitsland tegenover elkaar te staan. Het Russische leger boekte aanvankelijk enige successen in Oost-Pruisen, maar moest al spoedig vrij veel gebied afstaan. De tsaar verbleef als opperbevelhebber aan het front, waardoor het volk hem verantwoordelijk stelt voor de nederlagen. Het krijgt dan ook genoeg van hem. En als je dan ook ziet hoe arm de gewone Rus het heeft, terwijl de hofadel maar doorfeest, dan is dat vragen om hommeles. Natuurlijk was er een enorme armoede onder de arbeidersbevolking, maar zelfs die arbeidersbevolking werd mondiger en durfde voor zijn rechten op te komen. En ging ook heel vaak de straat op, want eigenlijk werd er vanaf het begin van de 20e eeuw heel vaak gestaakt. En dat was iets, een soort dagelijkse gebeurtenis bijna. Ondertussen gingen de optochten en redevoeringen onverminderd door. 'S Avonds gingen de mensen doodmoe naar huis en de volgende morgen begonnen de optochten opnieuw. Uit het duister naar het licht staat daar. En leve de Democratische Republiek, ondertekent de posterijen. Leve het vrije Rusland. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Leve het internationale wereldproletariaat. Twee miljoen oorlogsdoden, hongersnood, een verwoest land en een tsaar die zijn volk negeert. Het leidt tot opstand. De roep om het vertrek van de tsaar wordt met de dag luider. Klopt. De onrust die groeide en die groeide. En kreeg je bijvoorbeeld een brief van de gouverneur van Sint-Petersburg, die militaire gouverneur, waarin geschreven, nou, hij werd gedwongen om abdicatie te tekenen. En die militaire gouverneur schreef, nou, als u geen stappen neemt, majesteit, dan is de revolutie echt in de lucht. De eerste dagen dacht de tsaar nog dat hij het houden kon door de politie opdracht te geven met geweld orde en rust te herstellen. En door proclamaties uit te geven met waarschuwingen dat de politie opdracht had met scherp te schieten. Maar niemand luisterde meer. Het ineenstorten van de tsarenmonarchie in maart 1917 werd voorafgegaan, ging gepaard en werd gevolgd door een oneindige, bijna dagelijkse reeks van optochten, waarin zowat de hele bevolking van Petersburg, inclusief het militaire garnizoen, meeliep. Weg met de oude macht, staat op het vaandel. Verhoging van de rantsoenen. Ruim baan voor de vrouw, staat op het rechterspandoek. Groet aan de kameraden in de loopgraven. Dit zijn de bekende met revolutionaire volgepakte vrachtauto's. Het herkenningsbeeld van de Russische revolutie. Niemand weet waar die vrachtauto's eigenlijk heen reden. Gevangenissen en politiebureaus werden door de menigte onder het zingen van Marseillaise en Internationale bestormd. Hier wordt de keizerlijke adelaar van een gevel verwijderd. En hier het keizerlijke wapen van de pui van een hofleverancier. De gevangenissen gingen open en de politieke gevangenen werden onder laaiende geestdrift bevrijd. Als de tsaar onder druk van de legerleiding eenmaal is afgetreden, wordt in Sint-Petersburg een voorlopige regering gevormd die gewoon doorgaat met de oorlog tegen Duitsland. De ex-tsaar trekt zich terug bij zijn gezin. Niet in het Winterpaleis, maar in zijn vertrouwde kleine Alexanderpaleis buiten de stad. Maar lang zal het gezinsgeluk niet duren. We rijden nu in feite de oprit van het paleis op. En ik hoor zojuist dat via deze oprit
In 1917 de tsaar per auto is afgevoerd naar gevangenschap in Tobolsk. En eigenlijk is hier dus een einde aan het officiële keizerschap gekomen. Want de tsaar was afgetreden, gevangen genomen en werd uit zijn paleis gehaald. En een tsaar zonder paleis is geen tsaar. De weerstand die de voorlopige regering opwekte was zo groot, de oorlogsmoeheid zo algemeen en de invloed van Lenins partij zo aanzienlijk, dat de Bolsjewiki aan een staatsgreep begonnen te denken. Aan een omverwerping van de voorlopige regering via massale demonstraties. In het voorjaar van 1917 kwam er haast elke dag wel een bekende revolutionair uit de verbanning of de emigratie terug. Lenin zat in Zwitserland. Ondertussen won Lenins partij steeds meer terrein. In mei 1917 hadden ze een derde van de Sovjet van Petrograd achter zich. Hij opende onderhandelingen met de Duitse autoriteiten. Men kwam overeen dat ze hem met enkele geestverwanten in een verzegelde treinwagon door Duitsland naar Zweden zouden laten reizen. Na een treinreis door Duitsland in de verzegelde treinen, door de Duitsers gefinancierd, kwam Lenin in Petrograd aan, op dit station. En hier op dit station ontvouwde hij zijn politieke programma. En dat politieke programma behelste dat alle land aan de boeren gegeven moest worden. En ook dat alle fabrieken aan de arbeiders moesten toekomen. En vervolgens wilde hij ook dat alle macht aan de Sovjets toekwam en niet bleef rusten bij de voorlopige regering die de tsaar was opgevolgd. En het belangrijkste, en dat was natuurlijk vooral wat de Duitsers met hem wilden, was dat er vrede met Duitsland moest worden gesloten en een einde aan de oorlog moest worden gemaakt. Lenin bleef bij zijn partijgenoten aandringen op het omverwerpen van de voorlopige regering door een gewapende opstand. Ook ter rechterzijde had men plannen in die richting. Het herstel van rust en orde en het voortzetten van de oorlog. Beide partijen hadden gelezen dat je bij revolutie de bruggen moest ophalen. Maar waarom dat eigenlijk moest, schijnt niemand te hebben geweten. En beide partijen hadden nogal wat last van die opgehaalde bruggen. De voorlopige regering was gevestigd in het Winterpaleis aan de Neva. En het sein voor de bestorming van het Winterpaleis werd gegeven door een paar losse flodders afgevuurd van het oorlogsschip de Aurora. Met dat kanon op de voorplecht hebben ze toen een paar losse flodders afgeschoten. Dat ging wel en dat was het startsein voor die beroemde, verfilmde aanval op het Winterpaleis. Die bestorming was niet zo schilderachtig als op deze film. Schijnwerpers ontbraken. Op Sovjetfilms is het proletariaat altijd arm, doch fatsoenlijk gekleed. En in werkelijkheid zal dat misschien niet altijd het geval geweest zijn. Nou, deze deur die nu dicht is, dat was dus open gegaan in de nacht van 25 op 26 oktober 1917. En we kregen uit die film van Eisenstein de indruk dat er sprake was van de bestorming door een woeste menigte. Maar wat is er nou werkelijk gebeurd? Kijk, er waren nog geen 10 mensen die hier via deze deur naar binnen zijn gegaan. Maar het moest natuurlijk allemaal opgeleukt worden in die tijd. En Eisenstein was natuurlijk daar echt iemand die daar heel veel voor heeft gedaan. Maar zijn cameraploeg en zijn mensen hebben meer schade aangebracht aan het paleis dan die revolutionaire 10 jaar daarvoor. Dit paleis is het symbool voor het einde van de Russische monarchie. Maar toen in oktober 1917 dit paleis werd ingenomen door de Bolsjewieken, was die echte revolutie al lang achter de rug. Want die had plaatsgevonden in februari 1917. 8 maanden eerder dus. In oktober gebeurde er eigenlijk niks. Het was rustig in de stad. Die hele revolutie, die staatsgreep van Lenin en de Bolsjewieken, is eigenlijk ongemerkt aan de inwoners van Petersburg voorbij gegaan. De februari-revolutie was wat dat betreft veel bloediger geweest dan die oktoberkoep. Ja. Wij hebben 90 jaar lang oktoberrevolutie genoemd. Maar eigenlijk noemen we het nu oktoberkoep. Paruski?
Октябрьский переворот. Переворот? Ja. Heel mooi woord. Ja. De tsaar en zijn gezin zitten nog steeds gevangen in de villa in Jekaterinburg aan de rand van Siberië. Op die plek staat nu een kerk met een naam die duidelijk maakt dat hier iets vreselijks is gebeurd. Midden in de nacht werd de tsarenfamilie gewekt. Ze kregen te horen dat ze opnieuw geëvacueerd zouden worden omdat de contra-revolutionaire legers naderden die ze wel eens zouden kunnen bevrijden. In afwachting van een transport werden ze naar de kelder gestuurd. En die kelder bevindt zich hier. De bolsjewieken vroegen of ze even tegen die muur daarachter zou staan, waar nu die icoon hangt. Want er zou een foto van ze worden gemaakt. Maar in plaats van een fotograaf kwamen er ineens 12 zwaar bewapende mannen binnen. De tsaar werd ter dood veroordeeld wegens aanhoudende agressie jegens Sovjet-Rusland. En zodra de doodvonnis was voorgelezen, openden de 12 mannen van het executiepeloton het vuur. De tsaar was onmiddellijk dood, maar de andere familieleden lagen zwaar gewond op de grond. En dat kwam doordat de dochters in hun corsetten diamanten hadden genaaid. En die diamanten, daarop ketsten de kogels af. En die tsarendochters werden doorpriemd met bajonetten. Het was een heuse slachtpartij. En na afloop ontstond er paniek bij die bolsjewieken, want er lagen ineens zo'n 10 lijken. En wat moest je daarmee? Wat is er precies gebeurd met de lichamen van de tsaar en zijn gezin? De Russisch-Orthodoxe Kerk gaat ervan uit dat ze begraven zijn in de bossen, even buiten de stad. Nou, hier zijn we dan bij het Ganinayama-klooster. Op zo'n 8 kilometer buiten Jekaterinburg, waar de stoffelijke resten van de tsarenfamilie als eerste naartoe zijn gebracht. Dobrý den. Dobrý den. Jelena. Jelena. Mishania. Вот сюда. Они все? Семья? Семья. Дети. Дети. Дети, да, дети. И тела поставили вот здесь, да? Были найдены очень многие вещи, принадлежавшие царской семье. До сих пор рассматривается несколько версий того, что здесь могло произойти. В частности, по той версии, которой придерживался Николай Соколов, проводивший, собственно говоря, это следствие, он был убежден в том, что эти тела здесь подвергались рубке и сжигались с помощью того бензина и той серной кислоты, которые были привезены сюда из Екатеринбурга. 30 ведер бензина, 11 пудов серной кислоты. Nou, ze vertelt dus dat ze hier na de revolutie allemaal resten hebben gevonden van de familie. Onder meer van de lijfarts van de tsaar, maar ook een vinger van een van de hofdames met keurig gemanicuurde nagels. Het is allemaal gruwelijk. En de resten van een hond. En het was dus in deze kuil die veel dieper was. En dit is dus een oude mijnschacht. En die bolsjewieken die vonden dit dus te link om die lijken hier te laten liggen, omdat die mijnschacht niet diep genoeg was. En het is natuurlijk in alle chaos dat ze die lijken er weer uit hebben gevist, op die vrachtwagen hebben gegooid en elders naar elders hebben vervoerd. En toch is er van alles blijven liggen. Dus wat juwelen, inderdaad een vinger, een oude hond, resten van de dokter, resten van de tsarina. Nou, het is eigenlijk gruwelijk, want als je erin kijkt zie je hele mooie lelies opbloeien, maar eigenlijk zie je toch ook een beetje in gedachten die lichamen van die arme mensen die vermoord zijn. Een paar kilometer buiten het kloosterterrein word ik opgewacht door historicus Nikolai Borisovich Nejumin. Hij brengt me naar het werkelijke graf van de tsaar en zijn gezin. Они предположили, что возможно останки Николая II и его семьи могли перезахоронить, увезти с Ганиной ямы и перезахоронить в этом месте. Было много косвенных таких объяснений. С того момента, как только они увидели первые останки, то есть там череп, значит, кость, то есть видно, что это уже это человеческие кости, они радовались. Ни одного процента сомнений. Они с краю, вот это было захоронение, 9 человек. Николай II оказался вот в том углу, в дальнем. Да. Они где-то вот примерно вот в этом углу были. Значит, они достали три
значит, черепа. Руководство церкви никогда не говорило, что останки фальшивые, что они не настоящие. Синод, священный синод и патриарх, да. Они говорили только одно, что наука генетика – это наука новая. Вот только сейчас она в России стала применяться. Николай Борисович is dus een van de belangrijkste historici hier uit het Streekmuseum, daar waar die directeur is. En die vertelt dus gewoon hoe de kerk verschilt met de wetenschap, zeg maar. Alleen omdat die kerk dat DNA-onderzoek maar niks vindt. Dat is een moderne wetenschap, die telt niet mee. Werd de tsaar 100 jaar geleden door het volk op de mestvaald van de geschiedenis gegooid? Tegenwoordig is er een heuse Nicolaas II verering op gang gekomen. Ook in de stad waaruit hij verdreven werd en waar hij nu begraven ligt, Sint-Petersburg. We zijn hier in een deel van de Petrus- en Pauluskerk. En hier zijn in 1998 de stoffelijke resten van een groot deel van de Romanov-familie begraven.